Brazilië en Argentinië ontmoeten elkaar vandaag in de enige echte klassieker van Zuid-Amerika. Ja, dit zijn twee ploegen waar je natuurlijk enorm van kan genieten. Heel veel goede voetballers erin. Ja, soms zijn het alleen ook keiharde wedstrijden. Dat moet altijd weer een moment van trots zijn als je wordt opgeroepen voor je land. Dat is de hoogste eer, denk ik, die een voetballer ten deel kan vallen. Ja, dat zijn de leukste wedstrijden, Evert. Dan kijkt het hele land mee en het is schitterend om daarvoor uit te komen. Boca Juniors speelt in het Estadio Alberto Armando, dat in de volksmond La Bombonera heet. Dat betekent bonbondoosje, een verwijzing naar het ontwerp van het stadion, waarvan een van de tribunes opvallend recht is ten opzichte van de andere. Ja, wat een schitterend stadion. En er is natuurlijk één wedstrijd, dat is Boca Juniors tegen River Plate. Hè? En dan gaat het dak eraf. Maar volgens mij zit er helemaal geen dak op. Doorgaans zet dit team veel druk op alle posities. Ze jagen de tegenstander op en je moet ze bij de pinken zijn en foutjes voorkomen. Kunnen we dat vandaag ook verwachten op basis van deze opstelling? Ja, dat lijkt me wel. Ze blinken uit in dat opjagen en de trainers doen het ook graag zo. Ja, het zal echt aanpoten worden voor de tegenstander. De ploeg gaat in deze opstelling van start. Deze ploeg speelt met een 4-3-3 systeem. Wat verwacht jij daarvan? Nou, ik verwacht er wel wat van, Evert. Want als we kijken naar de buitenspelers, dat zijn nog echt goede spelers. En ja, het is zeer aantrekkelijk om die buitenspelers aan het werk te zien. Ze kunnen snel in de 1 tegen 1 gezet worden en dan kunnen ze een actie maken. En dat zal dan zorgen voor aantrekkelijk. Voor wedstrijd gaat dit worden. We zullen het zo weten. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Argentinië moet gaan scoren, zou je zeggen. Vrije kans voor Dybala. Red, maar de bal is nog niet weg. De keeper heeft de bal vast. Dybala. Acosta. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Casimiro, Coutinho, stomme fout. Daar komt Neymar. Acosta. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Ze krijgen een ingooi. Douglas Costa. En weer terug die bal. Marcelo. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Gabriel Mercado. Ever Banega. Acosta. Icardi. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Hij raakt hem nog aan en dus krijgen we een hoekschop.
kiest voor een bal in de 16 meter. Dybala! Ai, daar was hij bijna met het hoofd en dat scheelde weinig hoor. Nee, het is wel goed gereageerd even. Als je zo'n bal naar beneden kunt knikken, dan is het raak. Paulinho. Coutinho. Bal retour afzender. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Dat was dan heel krap. Stond hij misschien een centimetertje buitenspel? Leandro Paredes. Paulo Dybala. Lionel Messi. Paulo Dybala. De scheidsrechter legt het spel niet stil, maar geeft voordeel. En dat is vaak goed voor de wedstrijd. Ja, ik zie dat graag, Evert, want het blijft vloeiend dan het spel. En dan krijg je niet steeds het gefluit en dat steeds zo'n wedstrijd stokt en stopt. Neymar. Alves da Silva. Mogelijk een goede kans hier. Dat is een hoekschop. Die actie gaan we nog eens bekijken. Hier zien we de mooie Casemiro. De keeper heeft hem, geen enkel probleem. Gabriel Mercado. Over de vleugel naar Lionel Messi. Ever Banega. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Goed voor geel. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Ever Banega. Acosta. Laat maar, hij loopt buitenspel. Daniel Alves. Paulinho. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? De bal wordt in de 16 gebracht. Het is lichte paniek in de verdediging. Waar ze de grootste moeite hebben om de bal weg te werken. En het balbezit. Marquinhos. Wat doet hij nou? Hij trapt de half over de bal heen. Lionel Messi. Acosta. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Wie weet levert dit een kans op. Ever Banega. Wat een snelheid. De assistent scheidsrechter zwaait met zijn vlag voor buitenspel. Nou, dat is nogal twijfelachtig. Marquinhos. Marcelo. Hij deed die paas onderscheppen. Die paas wat onderschept. Wordt dit een doelpunt? Hier liggen mogelijkheden als er snel wordt gehandeld. Icardi. Ever Banega. En een dappere poging van Argentinië. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Neymar.
Mooie tackle. Goed verdedigd ook. Acosta. Ever Banega. De tackle wordt niet bestraft. Doorspelen dus. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Aanvallend spel hier van Brazilië. Leandro Paredes. Lionel Messi. Paulo Dybala. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Ever Banega. Paulinho. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de omschakeling. Lionel Messi. Leandro Paredes. En Argentinië neemt die bal mee naar voren. Icardi met de grote kans. We gaan rusten bij 0-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft ons zal brengen. Messi, man. Hoe was hij de eerste helft? Ja, nou, het kan echt beter even. Ik vind dat hij niet zo heel best gespeeld heeft vandaag. Hij straalde wat onmacht uit en... En hier in het stadion wordt reikhalzend uitgekeken naar de tweede helft. Daar is de aftrap van de Brazilianen. Marquinhos. Paulinho. Ja, hij gaat richting doel. Die bal lijkt op maat. Brengt de bal terug in de ploeg. En dat is wel heel ver weg. Ik denk niet dat die bal erin gaat. Icardi. Daar liggen countermogelijkheden. De verdediging stapt op het goede moment en zet de aanvallers buitenspel. Goed gezien van de arbitrage trouwens. Daniel Alves. Alves da Silva. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Zo'n verdediger schud je niet 1, 2, 3 af. Mascherano. Lionel Messi. Mauro Icardi. Argentinië moet gaan scoren, zou je zeggen. Paulinho. Coutinho. Wat een actie. Neymar. Doelpunt. De 0-0 is van het bord. En kijk, dus wat een vreugde. Mooi om te zien, maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd. Het lijkt zo makkelijk van zo'n dichtbij. Het gaat allemaal zo mis. Niet in dit geval. Nee, hij zit er lekker in. De verdediger blijft te slapen. De score is pas na rust geopend. Acosta. Ever Banega. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Perfect over de flank gepaast. Neymar. De bal vertrekt van de schoen. Doelpunt. Ze verroken de voorsprong. Dit is de treun van Jelsen voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer. Maar er is toch meer ruimte weggeven. Hij had er al één op zijn naam staan. En maakt er nu nog één. We gaan nog een keertje kijken.
Paulo Dybala. Acosta. Icardi. Wat een snelheid. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Het lijkt erop dat de coach in deze tweede helft meer leven in de brouwerij wil. Er moet iets gebeuren als ze terug in de wedstrijd willen komen. Misschien dat een verse speler helpt. Marcelo. Casimiro. Brazil. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Prima breedte paas. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Een plaatje hoor, deze breedte paas. Fraaie paas op de vleugel, maar weer balbezit voor de tegenstander. Paulo Dybala. Hij speelt de hele dag al goede passes. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Coutinho. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Coutinho heeft de bal nog steeds in bezit. Paulo Dybala. Acosta. Mauro Icardi. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Paulinho. Coutinho. Messi. Mauro Icardi. Daar gaat hij. De bal strandt ergens in de verdediging. De verdediger raakt de bal nog aan, dus corner. De coach wil in deze tweede helft meer actie op het veld. En dan moest dus iets gebeuren. De bal wordt voor het doel gebracht. Paniek in de 16, waar de verdediging de grootste moeite heeft om het gevaar af te wenden. Casimiro. Uitstekend gezien. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Philippe Luis. Nee, hij is de bal kwijt. Het zag er veelbelovend uit, maar de tegenstander heeft het balbezit nu overgenomen. Acosta. Pires. Paulo Dybala. Messi met de dribbel. Philippe Luis. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Die paas wordt onderschept. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. PRS. Messi. Paulo Dybala. Lionel Messi. Hij is langs de verdediger. Daar lijkt het gevaar te worden bezworen, maar de tegenstander wordt direct onder druk gezet. Ja, het schiet op. We hebben nog maar 5 minuten aan reguliere speeltijd over. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Wat een snelheid.
Leandro Paredes. Pérez. Messi heeft een heel groot gat voor zich aan de zijkant. En ja hoor, de voorzet wordt gekraakt. Casimiro. De scheidsrechter geeft aan dat er 3 minuten bij komen. Aanvallend spel hier van Brazilië. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Nog een vrije trap en misschien meteen de laatste kans. Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. De Braziliaanse trainer haalt een speler van het veld. De scheidsrechter fluit voor de laatste keer. Verlies is nooit leuk, maar in een derby komt zo'n nederlaag helemaal keihard aan. Want niemand wil verliezen van de aasrivaal. Nou, even dit nog wel even na. Verliezende supporters gaan een zware tijd tegemoet. Die krijgen het resultaat voorlopig nog wel even op een bordje. Heeft Snijp Marre het een beetje goed gedaan? Ja, geweldig.